Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. We hadden er natuurlijk helemaal mee kunnen stoppen met dat 3D printen, maar juist in deze moeilijke en zware tijd voor iedereen is het misschien juist wel zaak om ook een heel klein beetje het plezier in het leven te behouden. En dat is een van de redenen waarom ik dit weekend weer een 3D print project gedaan heb. Je zult je overigens wel afvragen waarom er in de afgelopen tijd, de afgelopen maanden, niet echt een inhoudelijke video verschenen is van mij waarin ik zeg maar inga op de techniek van het 3D printen. Nou, eigenlijk komt dat omdat er niet zoveel veranderd is. Er is niet zoveel nieuws te vertellen. Daarnaast, ik ga mijn eigen printer niet zitten veranderen. Die werkt prima op dit ogenblik en zolang als die prima werkt ga ik geen wijzigingen aanbrengen. Al zit er wel iets aan te komen misschien in de nabije toekomst, alleen dat zal onder andere met de ontwikkelingen te maken hebben. Wat ik namelijk merk is dat de bearings op mijn assen die beginnen langzaam maar zeker zwarte vuiligheid af te geven. En dat is eigenlijk een teken voordat deze bearings aan het kapot gaan zijn, deze kogellagers. En dat betekent dat ik misschien op enig moment die kogellagers zal moeten vervangen. Echter niet vandaag, misschien een andere keer, voorlopig even nog niet. Maar in de komende maanden zou dat een issue kunnen gaan worden. Dit keer een heel ander project. Ik vond op Thingiverse weer wat leuks om te maken. Een iets geautomatiseerd systeem weer met tandwielen en dergelijke. En dat gaat eigenlijk als volgt. Iedereen weet dat ijsberen heel graag vissen eten. Nou doen zeehonden dat ook. En wat nou als die zeehond nou eerst die vis te pakken heeft en dat dan die ijsbeer ziet van, hey, verrek, die zeehond die heeft een vis te pakken. Hoe gaat die zeehond dan die vis redden voor die ijsbeer? Nou, en daarover staat een heel leuk item op Thingiverse. Het is wel een print, alles bij elkaar, van een uurtje of 36, denk ik. In het totaal maar liefst 23 printdelen. Natuurlijk, je kunt verschillende delen gelijktijdig op je printbed doen en dan zal dat wat minder printdelen zijn. Ik heb daar echter niet voor gekozen. Ik heb de 23 printdelen met in het totaal 25 objectjes heb ik in één keer heb ik zeg maar één voor één geprint. En waarom? Omdat ik merk dat het middelste gedeelte van mijn printbed verreweg de beste prints aflevert. En door deze methode kan ik natuurlijk alles op het midden van het printbed leggen. Nou, onderin de video zal straks de link staan naar het object. Ik zal proberen zometeen ook het in elkaar zetten van het object te filmen en u te laten zien. Dat ligt wat lastig. Het zijn namelijk 25 objecten met sommige zo klein dat ik er een pincet voor nodig heb om ze te gaan plaatsen. Maar desalniettemin zal ik dat wel gaan doen en zal ik gaan kijken dat u daarin mee kunt kijken. De ijsbeer en de zeehond, dat is wat we gaan doen. Ik neem wel vooraf gelijk al afscheid van u. En dat doe ik met een wens aan iedereen. Het is geen makkelijke tijd, het is een vreemde tijd. Het is een tijd die niemand van ons heeft meegemaakt in zijn leven, hoe oud je ook bent. Het is een hele lastige tijd. Ik wens u dus verschrikkelijk veel gezondheid en verschrikkelijk veel wijsheid toe in de komende maanden, misschien wel de komende jaren. En ik ga gewoon door met video's maken. Wees daar ook niet bang voor. U zult trouwens afvragen waarom ik ook nog niet heb gesproken over mijn test met zoutwater, zoetwater en gewoon water. Nou, het is simpel eigenlijk. Er is niks nieuws te melden. Het zout klontert aan, maar de print verandert er nog niet door. Dus ik ga het niet eens laten zien in dit geval. Dat gaan we misschien de volgende keer weer doen. Ik wens u dus veel sterkte, veel gezondheid. Voor de mensen die eventueel ziek zijn, ik hoop het niet, maar die in elk geval heel veel beterschap toegewenst. En tot een volgende keer. Blijf kijken, ik ga het in elkaar zetten en vervolgens gaan we laten zien hoe het werkt. Daar. Zo, daar gaat hij dan met het in elkaar bouwen. We gaan beginnen met de ijsbeer. Er zit in de Thingiverse pagina waar het over gaat, zit ook een video met hoe je hem in elkaar moet bouwen. Echt goede instructies vind ik het nog niet, maar Allah, we moeten het ermee doen. Dus ik begin met de oogjes in de ijsbeer te plaatsen. Ik zie al dat dat nog niet zo gemakkelijk is, dat zie ik nu al.
Maar het gaat wel. Dit is een eerste oogje. Nu het tweede oogje. Oh, even de pincet pakken, dat is beter. Die gaat er makkelijker in. Het moet ook niet te gemakkelijk gaan, hè, want dan zou die eruit kunnen vallen. Nou, dat doet hij niet. En zo hebben we twee oogjes erin zitten. Dan moet het neusje van de zalm erin, oftewel het neusje van de ijsbeer. Alleen even kijken of dat makkelijk gaat. Ja hoor, geen probleem. En zie hier het hoofdje van de ijsbeer. Ja, oké. Dat gedaan hebbende, ik pak even de video er weer bij, zodat ik even kan kijken wat er nu het volgende moet gaan gebeuren. Oké. Prima. We hebben wat elementen die zelfs al zo gemaakt zijn dat ze zeg maar eigenlijk al emotion zijn, dus dat er beweging in zit. Daartoe ga ik hier in de zijkant van de beer dit hier aanbrengen. Dan komt daar het tweede gedeelte van de beer bij. Dat is even goed opletten. Het kan eigenlijk maar op één manier, dat is makkelijk. En voilà. Ook dat stukje zit erop. Weer even naar de video. Dan komt het hoofdje op de beer. En hier hebben we de ijsbeer te pakken. En nu gaat het armpje eraan. Armpje van de ijsbeer. Die met zijn klauwtje straks naar beneden gaat slaan. En dat is even goed opletten, omdat je hem goed erin hebt zitten. Even kijken of dat klopt. Ja. Even goed erin drukken. En voilà. We zien dat het ijsbeertje kan slaan straks naar het visje. Tot zover de ijsbeer. Die is dus klaar. Gaan we naar het volgende gedeelte wat gemonteerd moet worden. Even kijken weer in de video waar we dan zitten. De video is overigens niet langer als 2 minuten. Ja, hij zit nu dat zwaaien te doen. Dat is, ik moet heel even wachten dat ik daar ben waar ik de volgende actie kan zien. Oké, dat is het neusje van de zeeleeuw. Of de zeehond. Dit is de zeehond. En ook de zeehond krijgt een neus. Even kijken hoe die erop moet. Ik denk zo. Als nou zou blijken dat zo'n neusje niet lekker zit of zo, dat het niet goed blijft zitten. Klein beetje lijm doet natuurlijk wonderen. En dat is in dit geval ook wat ik moet doen. Ik pak een heel klein beetje PVC-lijm. En dan ga ik even het topje van het neusje. Mee insmeren. Zo. Draadjes eraf halen. Potje dichtdraaien. En dan opnieuw. Plaatsen. Even kijken of die goed zit. Nee, nog niet natuurlijk. Dat is ook best nog wel lastig, zeg ik eerlijk. Maar inmiddels zit ook het neusje van de zeeleeuw op. Ik weet niet of je dat kan zien, dat zwarte stopje. Ja, je ziet hem wel. Oké, die zit erop. Dan kan ik de PVC-lijm weer wegleggen, want ik denk niet dat ik meer hoef te lijmen. Gaan we even verder kijken. Dan hebben we daar deze as bij nodig. Oh, de vis moet nog in zijn mond. Ook wel een aardige. Hier hebben we de vis. En die gaat in de mond van de zeeleeuw. De zeehond, sorry. Ik zeg steeds zeeleeuw, maar ik bedoel zeehond. En die zit behoorlijk strak.
Dus dat is geen probleem. Die zit in de zeehondsmond. Geen probleem. Zit er ook in. Even kijken. En dan moet deze hier, die moet op de zijkant terechtkomen. Eventjes terug. Daar was een heel mooi plaatje van. Ja. Dus we hebben die zeehond. En dan moet die hierop komen. Zo. Dan leg ik hem alvast even weg, want dat is de montage van de zeehond. Gaan we naar het volgende. Dan krijgen we de twee... Oh, even iets te ver gegaan. Deze twee delen die ik hier heb, samen met de as. En dan moet ik weer even oppassen. Ja. Deze kant gaat hier doorheen. Alleen even kijken zometeen hoe ver. En de andere kant. Er valt iets, dat mag niet. Even netjes laten liggen. De andere kant. En dat zal hetzelfde moeten zitten straks. Dus dat betekent... Moet ik heel even kijken. Stop. Deze zit dus verkeerd erop. Die moet de andere kant erop. Dat is duidelijk. Dus goed op de plaatjes letten bij het bouwen van het geheel. Hij mag helemaal naar het eind worden gedrukt, zie ik. En ook deze mag er uiteindelijk helemaal op worden geplaatst. En dit is dan het eindeffect daarvan, wat we daar te zien krijgen. Nou, gaan we eens even kijken, want nu wordt die ingewikkeld. Nu hebben we hier twee grote zijplaten, waarbij de vlakke kant naar binnen gaat wijzen. Dus dat kan ik je zo alvast zeggen, de vlakke kant gaat naar binnen wijzen. Dus hij gaat straks zo gemonteerd worden. Oké. Ik leg hem alleen even zoals die hoort te liggen. En dan gaan we eens even kijken hoe dat dan erin moet. Want dat is best nog wel een klusje, denk ik. Dus even kijken. Dit kan maar één maat zijn. Volgens mij is dat de enige as die zeg maar zo groot is dat die aan allebei de kanten past. Vermoed ik zo. Dus dat zal deze as hier zijn. Gaan eens even kijken of ik dat verderop in de video wat beter kan zien. Ik had gezegd de vlakke kant aan de binnenzijde. Dat betekent deze met de twee gaten. En de andere, er is er één met twee ronde gaten in het midden en één met drie ronde gaten in het midden. Ik pak deze. En dan plaats ik daarop deze. Die komt in dit gat te zitten. Ik weet niet of die daar heel diep in moet, maar... Dat vraag ik me eigenlijk wel af. Nee, ik denk dat die daar niet al te strak in moet. Hij moet er zo op. Dan heb ik... Eén grote van deze hier. Die moet hier in de topnotch komen. Zo. En dan krijgen we de... zeehond. Die komt hierin te zitten. Alleen even kijken. En hier zit ook nog een notch aan deze kant, als ik het goed heb. Want ook daar zou iets in moeten. Nee, dit is niet goed wat ik hier doe. Dat is heel duidelijk. Dit is niet goed. Ondanks dat dit wel degene met de twee gaten is. En dit ook wel de goede kant is.
Ah, ik zie het al. Deze moet in deze komen. Dan klopt het plaatje niet helemaal. Dat is even voor alle duidelijkheid. Dus het lijkt wel alsof we toch diegene met de 3 graden moeten hebben. Dus deze, denk ik. Zeg ik dat goed? Dan hebben ze hem. Nee, want zo ligt hij ook niet goed. Het rare in zoiets, hè? Je maakt iets en je gebruikt het design wat ze hebben. Hij moet zo liggen. Zo is het. Ja, dat is beter. Dus, deze vriend hierin. Hadden we net al gedaan. Deze grote vriend komt hierin. En deze vriend hier komt daarin. Zo. Ongetwijfeld moet nu, maar dat gaan we zo even zien, de andere kant erop worden gezet. Even kijken. Ja, de andere kant erop. Dat is deze hier. En die moet op dezelfde manier erop, dus die komt uiteindelijk hem daar, die daar, en deze daar. Toch zijn we er nog niet, want ik mis nog iets. Want ook hier zou een asje op moeten komen, als je dit goed ziet in het tekeningetje. En waarom heb ik die niet? Dat is verbazingwekkend, want ik heb echt alles geprint. En dit is toch niet het asje in kwestie. Misschien is het ook wel helemaal niet nodig. Dat weet ik niet. Misschien hebben ze het veranderd. En dat gaan we zien zometeen. Want dit is niet helemaal corresponderend met wat het zou moeten zijn. We missen één asdeeltje, als ik het vergelijk met dit filmpje, zeg maar. Maar dat laat ik even, dat negeer ik even. Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen, is dat het grote asje wat we hier geplaatst hebben er 2 keer zou moeten zijn, maar dat is niet zo. Want dit is een kleiner asje. Ja, ik denk dat die ontbreekt, simpelweg. Ik zou moeten kijken in de, op de website met hoe dat eruit komt te zien. Voor nu ga ik even het slot laten zien hiervan. En dan moet ik weer even goed oppassen. Ik heb er één met 3 gaten, dat is deze kant dus. En die ligt dan dus zo in de video. Daar komt deze grote vriend bovenop te zitten. Alleen even oplossen. Er zit namelijk een uitsparingje in. Hij moet precies goed komen. En dat zit hij nu. Daar hebben we ook een. Keurig. Lokkertje voor. Iets waarmee je hem op slot kunt zetten. Alleen dat is dan weer even grappig. Want die moet dan dus denk ik zo erin. Nou, ik zet hem erin. Klaar. Dan krijgen we het volgende gedeelte. Ja, dat heb ik gedaan. Dan krijgen we in principe het topdeel. Dat is deze. Aan de achterkant zien we hier 2 langere latjes en die vallen precies in die gaatjes hier bij die witte. Maar ik moet wel even oppassen dat ik het niet kapot maak, want dat is wel even een belangrijk gegeven natuurlijk. Zo, hij zit. Prima. Even kijken hoe het verder gaat. Ja, dat heb ik gedaan. Dan krijgen we nu de tweede as. Die komt hierin te zitten. En die zal ongetwijfeld aan de achterkant moeten worden geborgd met weer zo'n klemmetje.
Dat klopt inderdaad. Dat ga ik gelijk doen. En daar ging het dus mis. Ja, jammer. Het ging mis. Een van de onderdelen knapte eraf. En daardoor hebben we hier een kapot onderdeel. En dat zal ik eerst gaan repareren. Maar je begrijpt de bedoeling. Uiteindelijk komt hij hierop te zitten. Hij wordt afgeklemd. En deze komt hier dan in te zitten. Op deze manier. En dan wordt op deze pal aangesloten. En vervolgens hebben we een werkend systeem. Dat laatste zal ik wel alvast gelijk even gaan doen. Dus ik zal even die as eraf halen, want die kan er ook later op, heb ik al gezien. Deze kan er nu al op in principe. Dat doe ik eventjes gelijk goed. Zo, die zit. En dan moet uiteindelijk deze twee delen in elkaar geklikt worden. En dat is ook gebeurd. Het is nu dus zo dat als je hem zou draaien. Dan zie je dat hij probeert. Het ding te pakken. Hij is trouwens losgeschoten. En ook die is gebroken overigens. Dus ook dat zal ik weer los moeten halen. Ook dat klemmetje is gebroken aan de achterzijde. Dus ook die moet worden gerepareerd. Die is niet stevig genoeg. Nou, terug naar de tekentafel. We zijn een heel eind. Alleen nog niet helemaal klaar. En dat willen we natuurlijk wel graag gaan worden hiermee. Bedankt zover voor het kijken. Zodra die werkend is, zal ik u het werkende object laten zien. Zo, daar zijn we weer. Inmiddels is onze ijsbeer met zeehond attrapper is klaar. Ik zal hem even in werking laten zien. Daar komt de zeehond met zijn stukje vis. Ja, en de ijsbeer wil het hebben, maar krijgt het dus niet te pakken. Oké, even een paar dingen. We hebben straks in de video gezien dat het in elkaar zetten vrij lastig was. Ten eerste miste deze plaat hier. Die heb ik gevonden, die lag op de grond, die was op de grond gevallen. Ik heb hem geplaatst, maar houd daarbij even rekening dat je hem ook op de kop kunt plaatsen. En dat het dan niet werkt. Dus hij moet op de goede manier geplaatst worden. Met die kleine uitstulping hier bij mijn vinger. Ik weet niet of je dat kan zien. Die moet naar boven wijzen. Dat is een dingetje. Het tweede is tot hier dat tandwieltje wat we hier hebben. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar ik ga hem proberen erbij te houden. Hier zo deze. Het is waar die hendel aan zit. Die moet je solide printen. Als je die niet solide print, dan knapt die aan de binnenkant bij het plaatsen af. Dat is ook een hele belangrijke issue. Hier binnenin knapt die af. Daarnaast zit die vast met een klem. En die klem die heeft een soort van uitsteeksel aan de bovenkant. Dat uitsteeksel dat hoort hier in die behuizing te komen, hier aan de zijkant. Als je dat goed kunt zien, hier bij mijn pink. Deze uitstulping hoort aan deze kant te zitten. Maar verreweg het meest moeilijke gedeelte is het gedeelte wat uit de ijsbeer komt. Oftewel dit stukje plastic wat het armpje omhoog en omlaag doet. Ik heb geen software gevonden om het opnieuw aan te passen. Hij schiet nu trouwens ook los. Niet zo fijn. Maar goed, daar moet ik zo even naar kijken. Ik heb hem zeker 5 keer moeten printen voordat hij werkte. Nu is hij werkend. Ik ben er tevreden mee. Maar dat je dat soort dingen even in de gaten houdt. 3D printen, maar dat wisten we al, is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. En met deze woorden wil ik deze video afsluiten. Veel succes, veel sterkte in deze tijd. En tot de volgende keer. Dag.